Het Europese luik van het Formule 1-seizoen zit erop. De grote prijs van Italië was de laatste in Europa. Maar afsluiten in Monza, dat is vaak de moeite. Zeker als we kijken naar de laatste jaren, want er zijn daar vaker verrassingen geweest. En dat was afgelopen zaterdag zeker ook het geval. Met een polepositie voor Ferrari en ook een derde plek. Op zondag was het iets minder verrassend. U kon het eigenlijk al raden voor de race. De winnaar was Max Verstappen. Maar hij heeft daarmee wel opnieuw autosportgeschiedenis geschreven. Zijn tiende overwinning op rij. Dat is ongelooflijk indrukwekkend. Maar daarachter was het wel heel erg de moeite en was het ongelooflijk spannend. Terug van weg geweest, Sam de Jonge. Sam, welkom. Dank u. Wat vond je van afgelopen weekend, en niet jouw weekend, maar wat er is <laughs> gebeurd in Monza? Inderdaad, ik heb er zelf iets minder kunnen volgen afgelopen weekend. Maar er, uh, daarom dat we Gert Vermeersch ook uh, erbij hebben <laughs> natuurlijk. Dank u, Sam. Um, ja, ik denk dat het wel een interessant weekend voor de Formule 1 was. En voor dit, voor dit seizoen uh, specifiek, omdat er eindelijk vooraan toch eens een beetje een battle was. En, uh, ik denk dat we dat misschien niet hadden kunnen verwachten van, van het team van Ferrari uh, gezien hun jaar. Uh, maar ze hebben dat wel gebracht. En ik denk dat we daar er ergens dankbaar voor moeten zijn. En langs de andere kant een historisch moment voor Max Verstappen. Mm. Gert Vermesje zei het al, hij zit uh, naast jou. Hij heeft heel het weekend commentaar gegeven bij ons. Je hebt er ook over mogen schrijven voor, uh, voor het nieuwsblad natuurlijk. Wat vond jij van het uh, weekend in Monza? Uh, op zaterdag weer het interessantste, hè, zoals al zo dikwijls uh, dit jaar. En voor een keer ook de eerste 15 ronden van een race. Uh, normaal gezien zijn dat niet de meest interessante ronden, omdat Verstappen meestal op kop rijdt en niemand onmiddellijk durft aanvallen. te um, Maar nu moest hij er echt voor werken, wat hij achteraf ook zelf zei. En dat maakt het extra leuk. Uh, eens hij voorbij signs was, was het een beetje voor Verstappen dan makkelijker. Hetzelfde niveau van altijd. Maar het eind van de race werd dan weer interessant, omdat ze verschillende bandenstrategieën hadden gebruikt en er een paar serieus door zaten. En ook het feit dat de beide Ferrari-rijders tegen elkaar mochten vechten, wat niet evident was, zeker niet in Monza. En er een paar keer dichtbij geweest zijn om zichzelf allebei van de baan te ja, rijden, zeker. maakt het ook wel interessant. Ja, ja want Ferrari, uh, tenminste Monza, dat is Ferrari-land, mm. dus nog meer dan ooit waren de ogen op hen gericht. Terwijl het op elk circuit eigenlijk al het geval is, want het is en blijft Ferrari. Um, voor veel mensen was het verrassend wat zij hebben laten zien dit weekend. Was het ook effectief een verrassing? Ja, nee. Nee, eigenlijk niet. Eén, het is Monza. Dan kan Ferrari altijd iets meer. Dus ze hebben ook geen enkele fout gemaakt dit weekend. Want... Nee, nee, dat is eigenlijk de verrassing. <laughs> eigenlijk de verrassing is. <laughs> uh, maar ze waren in Baku waren ze al snel, in Francorchamps waren ze al snel. Dus het lag een beetje voor de hand dat ze dat ook in Monza zouden zijn. Ja, veel rechte stukken. In top snel heeft het, heeft het eigenlijk heel het seizoen goed gezeten. Hè? Het is meer tire management dat moeilijker was om dan de, het extreme van hun afstelling te gaan zoeken. Om die banden niet te gaan misbruiken. Uh, dat is iets gemakkelijker in Monza voor hen. En uh, ik denk dat ze daar ook wel, qua motormanagement, meestal iets meer risico durven nemen dat weekend. En echt alles opendraaien tot maximum om te zien wat dat lukt. En uh, ja, daar durven ze dat. En langs de andere kant, zoals jullie ook zeiden, daar hebben ze geen fouten gemaakt. Dat is toch ook wel opvallend uh -huh. dat wanneer de druk dan hoger is uh, in eigen land, dat dat dan wel blijkbaar kan. Ja, Frederik Vasseur en de hoge pieven van Ferrari, van het racingteam tenminste, die moeten toch echt wel dat team op scherp gezet hebben. Van, okay, Flaters, nou, de afgelopen dertien grote prijzen die er gebeurd zijn, dat is gebeurd, maar hmm. niet in Monza. Overal, maar niet in eigen land. Ja, inderdaad. En, en ik denk dat het Bas was, die het ook uh, dit weekend zei, van, die zich afvroeg in welke taal ze daar communiceren: in het Engels of in het Italiaans. Ik vermoed dat daar nog een groot stuk in het Italiaans gebeurt, maar die mechaniciëns die lezen ook allemaal Gazetto della Sport en Tutosport. <laughs> en, en daar zit al een week echt serieus. Tussen Romolo Lukaku en al zijn avonturen door, wordt er serieus wat druk opgevoerd op Ferrari. Dus die worden eigenlijk automatisch gemotiveerd. Scherp dus gezet. Ja en, ja, en dat is bij, bij andere races minder het geval, denk ik. Ja, maar die taal hebben wij het ook al vaker over gehad hier, yes. Sam. Mm. Hoe belangrijk dat wel niet is. En of ze het effectief in het Italiaans of in het Engels doen, en als de voertaal daar Italiaans is, ja, dat ze het dan niet gewoon volledig doortrekken. Misschien mag het niet hè, voor de, de televisieboodschappen, ja. misschien moet het daarom in het Engels zijn, maar langs de andere kant, who cares? Ja. ja. Maar ik denk dat ook wel, je moet ook kijken naar de grotere organisatie van dat team. Uiteindelijk, heel veel leveranciers toch ook wel in Engeland, dus ze halen daar ook onderdelen. Mm -hmm. Dus die ontwikkeling hangt ook wel samen met communicatie en hoe snel die communicatie kan gaan. Dat zien we waarom dat veel teams in Engeland nu eenmaal based zijn, omdat dat nu helemaal sneller werkt. En dat lijkt zo'n banaal feit, van welke taal spreken we, maar ik denk dat bij Ferrari een grotere impact heeft dan, dan we misschien wel zouden kunnen geloven. Hè. Ferrari heeft nooit beter gedraaid dan onder. Jean Todt, Ross Brown, John Barnard, Michael Schumacher. Ja. Dus daar was Engels de voertaal. Altijd. Mm -hmm. Dus dat moet eigenlijk worden herhaald. En iedereen dacht van met het halen van Vasseur, okay, dat wordt dan een beetje de opvolger van Jean Todt. Hij is ook een Fransman en die gaat dan ook. Maar er zit nog... Wat mij het meest stoort in die hele communicatie bij Ferrari is de relatie rijder-race-ingenieur. Ja. Daar zit Je Jij hebt het zelfs gezegd, toen, toen Carlos Sainz ging door zijn dak naar de polpositie. Er zijn raceingenieur, ja, ja, je staat op pol. Leef eens mee met je rijder. Je mm. moet daarvoor niet hyper enthousiast doen, want je moet jezelf ook nog een beetje, moet nog een beetje nuchter blijven. Maar leef wat mee met je rijder. Dat, die klik tussen die raceingenieur en die rijders, volgens mij zit die absoluut fout bij Ferrari. Ja, en inderdaad, het inlevingsvermogen. Dat is ja? P1. Ja, allemaal <laughs> goed en wel. Maar echt letterlijk dat toont je <laughs> elke keer. En ik vond Carlos Sainz' boodschap zaterdag. Ik vond die prachtig. Ja. Ik vond die zo uh. mooi. Tell me, tell me we have it. Het was zo oprecht en hij wist het zelfs, zelf wel ergens, of hij voelde dat het een geweldig rondje was geweest. Maar dan ga daarin mee. Ja, en zijn en, en is natuurlijk een Spanjaard, dus ook temperamentvol. Maar ook wel. we kennen hem ook als wel heel menselijk. Iemand die van relaties houdt. En is dat wel eens, denk je dat bij een team zoals Ferrari, waar er veel emoties zijn, dat dat ook zo zou zijn? Maar ik heb het gevoel dat, dat het veel meer een steriel team geworden nou, ik is. Ik denk dat ze schrik hebben om emoties te tonen nu en dat ze zijn doorgeslagen aan de verkeerde kant. Hebben. Ja, om. om te zeggen van kijk we zijn nuchter en zakelijk wij maken geen emotionele fouten af en toe moet je terwijl je terwijl je twee rijders hebt die allebei ja. hun emoties wel tonen ja, ja. ook Charles Leclerc is dat hij was zaterdag zelfs blij met een derde plek ja en, en ik, oprecht blij ik denk zou zondag met die vierde ook of toch op de manier waarop ze gevochten hebben op heeft hij gezegd, hij heeft ja. zelf gezegd ja. van ik zou nooit tevreden zijn geweest met een vierde plaats zeker niet in eigen land maar hmm. door de manier waarop en omdat het ook een heel leuke race was en het tof was om te zien en om, om te racen ja. kan ik er wel mee leven maar oké, okay, dat heeft ook al wat tijd gevraagd van hun, hè? En zeker bij Charles Leclerc, die altijd probeerde, of, of die wilde blijven geloven dat het mogelijk was om de wereld te pakken. Hè? En was gefrustreerd erover. Maar na Hongarije was het denk ik dat hij ook zei van, oké, okay, we moeten nu gewoon realistisch zijn. Als we zesde en zevende zijn, is dat waar we moeten zijn. Duidelijk niet, maar dat is wel waar we zijn. En ik denk dat hij eindelijk zich er een klein beetje bij heeft neergelegd, waardoor dat die ook zijn eigen leven makkelijker maakte. Hè? Want zo kan die ook terug beginnen genieten van derde of vierde niet zijn, want ik denk dat Charles Leclerc iemand is die zo ambitieus is dat hij zijn eigen plezier onmogelijk maakte de laatste anderhalf jaar. Als het niet winnen was, dan was het slecht. En uiteindelijk hielp dat team ook niet. Ja, winnen is het enige dat telt voor Charles Leclerc. Dat zie je ook wel aan zijn, aan zijn mentaliteit. Ik ja. vind dat goed voor een topsporter, maar als het een seizoen niet gaat in de autosport, is dat anders dan in andere sporten. Dan, dan mag je, heb je dan geen niet, keuze. Mag je daar niet aan verloren gaan? Nee. Van, van, het gaat toch niet. Nee. Stel, leg je dan neer ja. bij wat je denkt dat het mogelijk is. En, en als je dat haalt, dan ben je ja. ook tevreden. Ja, zaterdag was het wel effectief de quasi-perfecte dag, want Verstappen had ook een heel goed rondje gereden. Dat van Sainz, dat van Leclerc was net niet goed genoeg. Dat van Sainz was gewoon beter. Sainz is het hele weekend beter geweest, Leclerc denk ik, ook in de vrije training. Maar ook, ook dan het rondje van Verstappen op zaterdag. Hè? Dat van ja. Sainz was gewoon effectief beter ja, 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 op de baan. Effectief. Ja, de, de, de Ferrari voelt zich, als je de, de, de grafieken zag waar, waar Verstappen sneller was, was in iedere chicane de Red Bull beter. <laughs> en op de rechte stukken was Ferrari dan weer, maar hij heeft het er wel uitgehaald. Ja, en wow. Charles Leclerc net niet. De verschillen waren ontzettend klein, hè? maar daar komt het op aan, hè? zeker in Monza. Op zon, zeg maar. Son. Ja, het is wel ook wel een beetje tekenend voor dit seizoen. Vind ik. ik bedoel, Carlos Sainz zit op eigenlijk een veel meer gemiddeld goed niveau als hij het vergelijkt met Charles Leclerc. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal nog wel blijven weten dat Charles Leclerc misschien de snelder is als het puur op snelheid aankomt. Maar het feit dat Sainz zo gemiddeld goed presteert ten opzichte van zijn teamgenoot. Geeft hem ook meer zelfzekerheid worden die op zo'n moment dan wel de snellere kan zijn. Ja, ik begin me ook vragen te stellen bij de consistentie van Charles Leclerc. Ja. Als hij ooit wereldkampioen wil worden, dan gaat hij een heel seizoen van 22, 23 of 24 races moeten presteren. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Nee. Dus... Op zondag hebben ze een gokje gewaagd met een set-up, heb ik gelezen. Um, heeft niet uitgepakt, maar ik denk sowieso niet dat ze hadden nou, dat kunnen winnen voor de overwinning. Ik denk het ook niet. De, de, nee. de Red Bull is echt veel te sterk. En... Max Verstappen heeft zich ook nog eens van zijn meest geduldige kant getoond in de aanvangsfase. Hij heeft echt Sainz letterlijk in de fout gedwongen. Ja. En dat duurde 15 ronden. Bij Sergio Perez die zat hij achter drie ronden al te schreeuwen: oh, dat lukt niet, dat lukt niet. En ze blokkeren mij. En ja, nee, neem je tijd en het zal wel lukken. Het is voor Perez ook uiteindelijk gelukt. Hè? Maar hij heeft zich veel te lang opgejacht. Ja, uh, wat ook heel leuk was natuurlijk, je zei het al Gert, dat duel tussen die twee Ferraris. Ze hebben echt mogen racen. Ze mochten geen risico's nemen. Kreeg Leclerc dan door. In een van de, laatste rondes. de voorlaatste ronden. Ja. <laughs> ze hebben wel risico's genomen. Tenminste, Leclerc heeft toch geprobeerd een paar keer. Maar het was wel leuk om die twee wagens zo tegen elkaar te zien racen. Ja, toch wel met enig respect. Hè. Ik bedoel, het was op het scherp van de snee. Het was net niet erover. Uh, maar oké, okay, ze hebben het heel gehouden. En natuurlijk, het gaat om een podium. Hè. Het gaat om een podium in Monza. Dus natuurlijk, er staat wel ergens iets op het spel voor, voor beide piloten. Maar ja, ik denk dat ze het laatste jaar er wel mee hebben leren omgaan. We hebben verschillende momenten gezien, hè, wanneer het twee klassesten ook in Silverstone tijdens quali in elkaar weg gaan rijden. Dus het is geen, moet ik het zeggen, vlekkeloze relatie denk ik de laatste tijd, maar. Ze hebben er wel mee leren omgaan. En ik vind ook wel dat Carlos Sainz dus wel iemand geworden die heel goed kan verdedigen. En dat zeg je al vanaf het begin ja. van de race. Die kan goed zijn wagen placeren op de juiste plek en ook bij de start. Toen van iemand als Max Verstappen die extreem goed is hierin inhalen Dus um, ik vind dat, um, dat dat het voordeel aan Sainz heeft gegeven om die derde plek te kunnen plakken. Het is wel een dun lijntje tussen een succesvol slot aan de wedstrijd en compleet verkeerd aflopen. Hè? We hebben het bij het laatste zin ja. van Vettel bij Ferrari gezien. Mm. Die zijn drie of vier keer tegen elkaar gereden. Nee, de Leclerc toen. Mm. Dus ja, maar dan moet je inderdaad genoeg respect tonen. En, en dat is hier net genoeg gebeurd. Ja. Eerste podium van het seizoen voor Sainz. Het verschil tussen Sainz en Verstappen was 11,082 seconden. Dat is het kleinste verschil tussen de winnaar en een niet-Red Bull van dit seizoen onder de groene vlag. Ja, ja. Dat elf seconden het kleinste, kleinste verschil is, dat, is, dat vat het seizoen eigenlijk een beetje samen, denk ik, tot nu toe. Ja, inderdaad. Dat is, ja. dat is twee tiende per ronde of drie tiende per ronde. Normaal gezien is dat uh, zes, zeventiende per ronde gemiddeld. Hè. Is, dit, is deze prestatie van Ferrari nu iets waar ze echt op kunnen bouwen? Of is het puur... Nee. Circuitgebonden. gebonden. <laughs> ja, dit is puur circuit gebonden. Ik, ik, misschien Las Vegas, hè, dat zou ook een, een heel snel circuit ja. zijn. Maar ik vrees vanaf Singapore. Zeker in Singapore gaan ze ontzettend veel moeite hebben om op om, het om podium te strijden. Ik denk zelfs niet dat het nog gaat lukken dit seizoen. Maar misschien wel op menselijk vlak. Um, ja. alleen, ik, geloof, ze... ik geloof wel dat hij ergens een push kan geven. En ze staan nu ook derde in het constructeurskampioenschap. Ze ja. zijn over Aston Martin gesprongen, dus dat is misschien ook wel een, een boost. En soms moet je terug ze wel aanleren hoe het is om vooraan te presteren. En dit weekend hebben ze dat kunnen doen. En daar leer je soms wel dingen uit om dan ja. het volgende weekend beter aan te pakken. Maar sowieso, inderdaad, het is wel waar als we gewoon puur op de auto kijken die ze hebben. Ja, dan moeten we er toch vanuit gaan. dat er nog verschillende races gewoon zijn waar zij het heel moeilijk gaan hebben. Ja, wie het niet moeilijk heeft dit seizoen, is Max verstappen. <laughs> dat is heel duidelijk. Vijftien <laughs> uh, rondjes heeft hij moeten knokken tussen aanhalingstekens. Daarna hebben we hem niet meer in beeld gezien. Letterlijk. Tot de finish. Ze hebben hem gewoon niet in beeld de, gebracht. Tot voor de laatste bocht, inderdaad. Want we vroegen ons al af of ze nu bij het Duel van gingen blijven. of toch maar de overwinning van Max Verstappen tonen. Maar ja, het, het was een uh, walk in the park, hè, zoals ja. zijn ingenieur zei. Uh, ja. Blijkbaar was er toch nog een klein probleempje aan het eind. wat we helemaal niet hebben meegekregen in de live. Hij heeft het gezegd in zijn interview. Ja. we hadden nog een probleempje in de laatste ronde. maar. Um... Hebben het kunnen oplossen. Maar ze hebben gewoon. Wat was het dan? Een overheating problem? Ja, dat is wat ze zeggen. Hè? Dat, ze, dat ze eigenlijk niet voor die snelste ronde ook niet meer zijn gegaan, met die zo een groepje van andere auto's ging naderen en die dirty air ging zitten, waardoor die inderdaad geen frisse lucht binnenkrijgt. En dat ze daar schrik voor hebben. Ja, het is een beetje moeilijk om. om te valideren of het dat juist is. of wat dat waar is. Uh, hij eerder. heeft al 145 punten voor. Ja. Dat ene puntje er nog bij. Ik, weet ik denk dat meer inderdaad dat was. dat ze soms bij Max wel weten. Van, wat gaat hij misschien proberen om dat per se te hebben. Uh, laten we het gewoon safe spelen. Vandaag is het niet nodig. Um, tien overwinningen op rij. Daarmee heeft hij het record van Sebastian Vettel gebroken. Vorige week had hij het ja. uh, Ik heb het ook besproken in de vorige aflevering. op de met Stijn de Weert en met Dries van Toor. Hoe indrukwekkend dat nu eigenlijk is, dat record. Nu heeft hij het helemaal alleen op zijn aan. Zet dat eens in een perspectief. Hoe straf is dat, die tien overwinningen op rij, historisch gezien, um, met het kwaliteitsverschil in wagen dat er, dat er dit jaar is? Hoe zien jullie dat? Je, je, kan, je, je hebt verschillende aspecten hè, die je in, in aanmerking moet nemen. Mm. Eerst moet je kijken naar de concurrentie, hoe sterk de concurrentie is, maar dat is in deze niet de belangrijkste factor, denk ik. Nee. In, in mij is de belangrijkste factor is, is gewoon de mentale kracht van Verstappen om daar tien keer naar elkaar te staan. Sergio Perez heeft dezelfde auto. Hè. Ze mogen zeggen wat ze willen, maar Sergio mm. Perez die gaat dat nooit doen, hè, tien keer naar elkaar winnen. Die gaat op een gegeven moment in paniek slaan van oh, ik heb nu al drie keer gewonnen, misschien kan ik wereldkampioen worden. En boom, en gedaan. Dat is dan de kritiek die dan dus gegeven wordt door bepaalde mensen. Als hij een sterkere ploegmaat had gehad, ja. dan had hij nooit die tien overwinningen op rij Bepaalde af. mensen, Lewis Hamilton. Ja. Ja. Want we ja, hebben ja, het er dit weekend ook even over ja. gehad. Is Sergio Perez minder sterk dan valt er die Bottas. Nee. Walter die Bottas bij Mercedes bedoel je? Hè? Ja, bij nee. Mercedes. Nee. 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 Absoluut niet. Maar is, dat is altijd de kritiek op, Allee. Op, op. Er is ooit één koningsduo geweest. Dat was Senna en Pros bij McLaren. Dat, is, dat heeft twee jaar geduurd en dat ging niet. Mm -hmm. en, en Hamilton en Alonso ook hè, ooit een keer. En dat, 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 dat loopt gewoon niet. Dus je moet een hele sterke rijder hebben en een sterke rijder. Klopt. En als je dan die hele sterke rijder, als die dan Echt op zijn allerbest bezig is, wat nu het geval is bij verstappen, ja, dan valt er niets tegen te beginnen. Ja, want Hamilton ja, heeft klopt. een intro gegeven aan Sky Sport, waarin hij gezegd heeft. Heel wat dingen, we gaan er zo meteen nog een paar andere mm. bespreken. Maar een van de dingen die, waar hij kritiek op had was. Verstappen heeft nooit het niveau van ploegmaats gehad dat ik heb gehad. En hij begon ze dan op te sommen. Hij zei Alonso, uh, Jensen Button, uh, wie zei je nog? Uh, ja, Valtteri. Valtteri Bottas. Uh, Russell. Nico Rosberg is vergeten, hè? En Nico Rosberg niet vergeten, noemde, denk ik. noemde hij niet. De enige die er ooit heeft kunnen kloppen, in een seizoen echt heeft kunnen kloppen, Nico Rosberg, die moest dan... De, de journalisten moest hij dan nog even benoemen. Um, is daar iets van aan? Of heeft dat, als we het over dit record hebben, heeft dat geen belang? Goh, ik denk... Er is misschien ergens wel iets van aan, maar ik denk niet dat dat relevant is. Ik denk dat als je een record bekijkt, dat is dat puur statistisch. En als je een record wilt gaan valideren hoe sterk dat record is, dan, dan moet je dat op een andere manier gaan evalueren. En, dan staat dat los van het feit dat het een record is. Het, is. het is sowieso een record. De voorwaarden daarvan zijn misschien iets anders. Maar ik vind het een irrelevante uitspraak. Het doet hem zwakker overkomen, vind ik, Hemotten. Plus, allee, ik denk toch wel dat we allemaal kunnen zeggen dat we denken dat we toch wel allemaal geloven dat Max Verstappen zo goed is dat dat geen verschil zou gemaakt hebben. Dat weet toch ook Lewis Hamilton. Dus zelfs al zou dat waar zijn, in mijn ogen zou dat nooit een impact hebben gehad op het eindresultaat. Voor mij is Verstappen zo goed dat hij iedereen zou gebieden van de rijtje van, van Hamilton. Dus ik bedoel, geprobeerd af te leiden van iets knap. En dat vind ik, sowieso vind ik het niet, niet, niet sterk van hem, maar ik denk het ook gewoon. Ja, niet echt heel relevant is. Nee, als het gaat over dit record, en we be bekijken het objectief, soms is dat dus moeilijk, voor Verstappen supporters gaat dit moeilijk zijn, want die gaan op hun achterpoten staan Tuurlijk. door de kritieken van Hamilton, en Hamilton supporters, die gaan volledig Hamilton steunen daarin natuurlijk. Um, als het gaat over het tijdperk, Nico Rosberg, dat vind ik een, van andere orde, omdat Rosberg gewoon sterker was dan Perez. Dat denk dat we het daar wel over eens zijn. Dat jaar wel. Die, die dat drie ene jaar wel. Ja, maar in 2014 was Rosberg in het eerste deel van het seizoen ook outstanding. Het eerste mm. jaar dat Hamilton wereldkampioen is geworden bij Mercedes. Voor de zomerstop was Rosberg mm. dominant, onder andere door veel mechanische problemen bij Hamilton. Mm. Maar dat was wel het geval. Rosberg was toen zo sterk. Maar mm. als we dan kijken naar 2017, 2018, 2019, 2020. Hamilton heeft vijf overwinningen op rij behaald. Dat is zijn langste reeks, wat ook al ongelooflijk straf is. Het doet niks af aan de prestaties van Hamilton. Mm. Maar had hij er meer kunnen hebben dan bijvoorbeeld met. of had het, had het een verschil gemaakt als Bottas nu in de wagen had gezeten in plaats van Perez? Ik denk, is dat niet de, de vraag die we ons moeten stellen als we dat topic bespreken? Hamilton is ook geklopt door andere rijders dan zijn teamgenoot. Dat ook mm. al om te beginnen. Terwijl ja. de Mercedes ook dominant was. Voilà, even dominant als, als de. Op in bepaalde jaren dan toch, en niet de laatste paar seizoenen denk ik, want toen hebben ze de, de, de vleugels wat geknipt, om het maar zo ja. te zeggen. Um, maar er zijn momenten geweest waar Hamilton met een even dominante wagen reed en met een even minder sterke teamgenoot als Verstappen nu, en hij is maar tot vijf geraakt. Ja. Dat heeft, en die redenen liggen dan bij Hamilton, hè? niet bij, bij, bij zijn teamgenoot of bij zijn auto. Of bij, die liggen bij Hamilton. Of hij vond het minder belangrijk kan natuurlijk ook zijn, hè? Nee, nee, maar ik probeer gewoon winnen, naar de... Winnen is altijd... Nee, belangrijk. nee ik kan je Ik zeggen, denk dat dat zo diep geroot zit in hem, dat hij ook, als hij erin stapt, niet anders kan dan het maximale geven. Maar Hamilton heeft veel vaker in kwaliteit de pol gemist. Hij heeft veel vaker zijn start gemist. is aan moeten terugkomen. Dus die heeft altijd wel van die werelddrives laten zien. Maar hij heeft ook wel heel veel de overwinning laten lopen. En dat is het verschil dat doet Verstappen niet. Die, die is gewoon, maar de grootste deel van de tijd doet hij het perfecte, spoel dus winnen, snelste ronde. Die, en dat is denk ik waarom omdat iedereen uh, in de industrie van de Formule 1, de specialisten die erin zitten, die ook Grand Prix meegaan, die zeggen ook allemaal hoe knap het is. Mm -hmm. Het is niet dat die zeggen van, ja, vijf, makkelijk. En dat zijn de mensen die al 30 jaar meer reizen, ja. Dus dat is voor mij wel een goede iedereen, referentie. Iedereen behalve tot de wolf die ja, twee van de stappen. Uh, zeg, het is goed voor Wikipedia, maar dat leest toch niemand. Dat is de, de typische, meest schandalige uitspraak van het weekend, vind ik. Dat, een dat is de Wolf? Ja, misschien, <laughs> misschien wel, maar toon een beetje respect voor die prestatie. Nou, Eén, genoeg. om te beginnen. En twee, maak je huiswerk beter. Zodat je met een betere wagen aan het seizoen kan beginnen. Zodat je kan verhinderen dat je mag verstappen. Niet iedere wedstrijd wint. Mm. Het ligt bij jezelf, hè, als Verstappen dat kan. Dus begin dan nou, niet zijn, zijn prestatie te minimaliseren. Maar hij heeft gelijk, het is voor Wikipedia. Maar dat kan je over elk record zeggen. Nou, nou, Elke record, een, elk ook, record is voor De acht wereldtitels ja, van Mercedes in de constructeurskampioenschap is ook voor Wikipedia. Is dat dan ook niet belangrijk? Superbelangrijk. Wow. Superindrukwekkend. Dit seizoen, door de dominantie van Verstappen, en Red Bull leeft grotendeels op basis van statistieken, hè, op, mm -hmm. op records die kunnen geklopt worden. Neem dat weg en er is niemand die nog Formule 1 kijkt. Behalve dan de nieuwe generatie die nog niet weet wat, ze... ja, wat er gebeurt. <laughs> maar die spelen een belangrijke rol, hè, die, die records. En als je dat dan gaat beginnen minimaliseren. Maar... Ten koste van de prestaties ja. van je tegenstander. Ik vind dat absoluut niet kunnen. Maar, maar, maar lijkt het soms niet dat Otto Wolff en zichzelf verloren hebben in hun personage naar de Netflix-serie? <laughs> Ik vind echt dat die zich ja. zo ergens erin verloren hebben. Zo, die zijn beginnen naspelen hoe ze zijn geportretteerd. En dat was eigenlijk soms zielig. Allee, ja, maar daarvoor, maar ik vond Toto Wolf altijd iemand heel geleerd, heel slim, krachtig, ja. een sterke leider. Van Christian Horner hadden we denk ik, al langer van oké, okay, dat is iemand die het goed uh, kan portretteren, maar is die zo. Maar nu vind ik, vind ik Toto Wolf bijna even zwak worden. En dat lijkt zo dat ze voor een beetje drama willen zorgen, maar ik vind niet dat dat goed overkomt. Nee, want. Uh... Als je kijkt naar de kritiek die er nog geweest is, even terug naar het interview dat Hamilton gegeven heeft met Sky Sports. Mm. Over die indrukwekkende reeks was hij ook wat. Denigrerend is misschien iets te hard verwoord, maar hij zei van ja, het is niet zo indrukwekkend als sommige mensen doen uitschijnen. Daar kwam het op neer, want we hebben al indrukwekkende reeks gehad met Schumacher, met oh. Alonso, met Vettel. En dat is zo, die mannen hebben indrukwekkende jaren gehad. Maar meteen ik... sluit het Anders toch niet aan? Nee, uit. Dat, dat denk ik ook. En vooral wat hij dan ook nog zei: van ja, um, de wagen is, uh, bij, bij Red Bull is volledig afgesteld op de rijstijl van, van Max Verstappen. Dat was dan ook kritiek, maar dat is altijd zo geweest. Nee, dat is, dat is bij elke eerste rijder zo. Ik, ik, wil, ik wil Walter Bottas zijn reactie op die uitspraak. Sprak wel eens horen dan. Alsof de Mercedes nooit in functie van en Lewis Barry Hamilton was, was afgesteld. Alsof de Ferrari van Schumacher inderdaad nooit voor hem was afgesteld. Misschien, dat, is, dat is gewoon hoe het misschien, gaat in het sp sport. Nee, misschien spreekt Hamilton nu zijn frustratie uit, omdat het nu niet meer het geval is. Omdat George dat Russell heen. zegt: van, Ik wil dit. En hij krijgt dat ook. Hm. En, en zodanig dat hij niet meer de ideale Mercedes rond zich heeft die hij al, misschien wel al gehad heeft hè Hamilton. En ook, het is moeilijk om dat te weten denk ik, als je in een ander team rijdt. Ja. Dat, dat Dat vooral, denk ik. Dat is het, uh, het, het grootste punt. Uh, Max Verstappen die heeft daar natuurlijk op gereageerd. <laughs> um, op zijn Verstappens. Ik, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Hij zei... Um, ik denk dat ze bij Mercedes het heel moeilijk hebben uh, om te verliezen. Mm -hmm. Dat is één punt. Um, en wat had, hij, wat had hij nog gezegd? Had? Ze zijn jaloers op onze prestaties. Ja, op, onze huidige, op onze huidige succes. Ja, inderdaad. had hij gezegd. Ja, Hij legt denk ik, de vinger op de zere plek. Hè? Er valt niet veel over te zeggen, toch? Dat is gewoon. Ik denk dat er er twee die twee keer gelijk heeft. Ja, dat denk ik ook. En, en dat ze jaloers zijn op de huidige prestaties van Red Bull en van Verstappen. Wie zou dat niet zijn? Wie zou dat niet zijn? Maar doe er dan iets mee. Pak die energie. Mm. Zorg ervoor dat je zelf beter wordt om er zoiets aan te doen. Niet door in interviews de concurrentie af te breken. Ik krijg er iets van als je zelf niet presteert en dan de aandacht probeert de af te leiden van mm. jouw slechte prestaties door de concurrentie te criticiëren. Dat ja. Dat weet ik ook niet even ja, geloven. Ja, ja, voor wij weer de kritiek aan krijgen dat we betaald worden door een Nederlands bedrijf, bijvoorbeeld. Wat niet het geval is, laat dat hoe duidelijk je zijn. Uh, nee. <laughs> nee. 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 nee, Wat dat dat is maar. <laughs> uh, dit, is, dit, is, dit is gewoon de objectieve, de objectieve analyse van hoe het gewoon nu verloopt. Neemt niks weg van. Alle prachtige dingen die Mercedes en Lewis Hamilton in het verleden hebben laten zien. Waar we ongelooflijk dat we veel... Ook hebben. Voilà. Waar we heel veel respect voor hebben en waarin dan andere dingen werden gezegd. Wil ja. Ik wil gewoon even benadrukken. Het is, gewoon... het is een ja. hebben een stuk, toch? En als, en als de analisten die we zijn, is het dan ons om een evaluatie ervan te geven vanuit dat onze mening, blijft de mening. En Formule, wit, maar... 1, en Formule 1, dat is geen mening. Formule 1 leeft van dominante periodes. Dat is altijd zo geweest. Ik ken bijna Letterlijk, niet Letterlijk, je hebt je altijd zo'n domina dominante rijders gehad. Dat is niet nieuw, hè. Nee, dat is niet nieuw. Het is en, gewoon nu. En, maar het mag ook, ook niet te lang dominant. duren, hè. Maar het mag ook niet te lang duren, hè, Dennis. bedoel... Nee. Je kan zo'n zo periode, gelijk die Mercedes en Hamilton hebben gehad... Of Schumacher en Ferrari. Of Schumacher en Ferrari. Dat is nog veel, ik vond die nog veel ja. erger, eigenlijk, dan Mercedes. Maar dat poneert aan de vraag... Zouden de reglementen sneller moeten wijzigen? Ja. Zou, zou er een korte of, periode moeten zijn of beter opgesteld worden om te beginnen ja nee? maar ik vind het geen slecht ik, idee van ik weet niet of ze zo slecht zijn opgesteld ik denk allee, ik denk dat bijvoorbeeld in deze periode in de vorige periode was het duidelijk Mercedes die een die een, ja. die een bangelijke had gemaakt ja. omdat ze zijn een sterke constructeur Red Bull had dat niet in house dus die konden dat niet nu, nu is het meer aerodynamica gegeven, daar is Red Bull heel goed in, Dan komt Red Bull nog boven. Dus maar, dan het, stelt de vraag ik vind het van... altijd zo raar en wat vreemd dat er altijd maar één team is die erin slaagt om die ideale oplossing bij elkaar te zetten. Maar is zijn gewoon de combinatie van, allee, is dat niet gewoon een stuk zo omstandigheden en alles dat goed bij elkaar valt. En dat je de, daarom... De, de, kloof is, komt... de kloof is nu toch ontzettend groot opnieuw. Tussen Red Bull en de Lest. En dan vraag ik me af: van die andere teams, die hebben toch ook slimme koppen en, en goede ontwerpers. En... Ja, maar ik denk, dat om het, om, hey, ik denk dat omdat de verschillen zo dicht bij elkaar liggen in de Formule 1, betekent dat wanneer je iets speciaal vindt, dat dat in Formule 1-termen een groot verschil oplevert. Kijk naar nou McLaren in... bijvoorbeeld, in de evoluties die ze sinds begin deze zomer hadden, die zijn mm. van plaats 8 in de pick-off ja. naar plaats 3 gesprongen ongeveer, denk ik, 3 of 4. Ja. Dus dat kan wel, de verschillen zijn zo. Maar dat neemt niet weg dat, dat ja, die zijn gewoon sterk begonnen. Maar die kunnen nu niet meer, ik bedoel, die evolueren niet meer mee. Nee. Die zijn nu gezakt naar de vierde plaats. Die hebben het grootste deel van hun potentieel gebruikt in ja. de winter, dat is, dat is een feit. Maar ja, ik weet niet, ik probeer mij ook af te vragen: of kunnen die, die sport interessanter maken? En, uh... In 2025 ligt alles dicht bij elkaar, omdat dat het laatste jaar is van die regels. Dan 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 in en dan 26 komen de nieuwe regels, dan gaan de verschillen weer groter zijn. Het is zo'n beetje ja, de eeuwige yo-yo in de ja. Formule 1. Ja, dat hoort bij die sport. Ja. Uh, maar ja. wat ik wel opvallend vind, is iedereen, alle analisten, maakt niet uit in welk land, iedereen dacht, naarmate het seizoen vordert, na de zomerstop gaan de teams wat dichter bij Red Bull komen. Want ze hebben minder tijd in de winter, ook door die straf die is gekomen. Red Bull heeft 24 van de laatste 25 Grand Prix gewonnen. Ja. Dat is een hallucinant cijfer. Uh -huh. ja. Maar ze komen ook niet dichterbij. Tenminste, ze komen niet bij, dichterbij Max Verstappen. Nee. Dat, want dat die, is wel belangrijk. Degene ja. die het potentieel van het wapen gebruikt. Ja. Dus dat is het potentieel van het wapen. Hè. Ja. Het is niet dat Max Verstappen dat we nog een 35% schip bovenop doet. Hè. Dat is gewoon wat die auto kan. En hij is extreem goed genoeg om dat elke keer te doen. En bij Sergio Perez inderdaad. Mochten we twee Sergio Perezen hebben in die auto, dan hadden we inderdaad dat niet gehad. Nee. Maar de kracht van die auto is wel degelijk dat. Aan de andere kant kan je je ook afvragen: dan, was die straf die ze hebben gekregen zwaar genoeg? Voor het overschrijden nee. van de. Ja, maar, nee. de, maar die de straf chat. moest niet gebaseerd zijn op hoe, hoe, hoe goed zij hun nee, auto nee, zouden nee, doen. Nee, 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 ook wel. Al, ja, klopt. Ja. Zij zei, ey, bedoel, dat is gewoon de straf. En als jullie dan nog altijd in staat zijn om iets te maken dat die straf te klein lijkt te zijn, dan is dat eigenlijk knap gedaan. Extra verdienst, toch? Ja. Ja. Zo kan je het ook bekijken. Uh. Het laatste over dit. dit, dit um, het is altijd leuk in de sport om wat als verhalen in te beelden. Wat ik wel interessant vind is: hoe zou Hamilton het in die wagen doen? En dat zou, Het gaat nooit gebeuren. Hè? Hamilton heeft nu verlengd bij, bij Mercedes. Ja. Ik weet het, het, is ook, het zou ook een slecht idee zijn waarschijnlijk. <laughs> maar ik zou die wel heel graag steken, Verstappen in die wagen zien rijden. Ja. Ik denk dat het niet lukt. Verstappen en Hamilton in één team. Nee, nee dat is gewoon puur hypothetisch. Dat is puur hypothetisch. Ja. Ik zou ze heel graag in dezelfde wagen op de baan zien rijden. Twee, zo'n wondertalenten zou ik echt met hetzelfde wapen tegen elkaar willen zien kunnen strijden. Ik heb het eerder deze week nog, ik weet niet meer met wie, het erover gehad. Vroeger, toen de dieren nog spraken, bestond er een kampioenschap voor Formule 1-rijders op zaterdag in plaats van die idiote sprintraces die ze nu hebben. Formule 2? Maar nee, waar ze gewoon met, met, met seriewagens tegen elkaar, ah, elkaar ja. reden. Met ja, ja, ja. BMW m of met Jaguars of, of ooit een keer met de Mercedes. Ja. Ja. Iedereen met dezelfde auto. Spectakel, oké. Okay. Die auto's waren gegarandeerd kapot gereden, want er waren geen wagens van het team en die, die Formule 1-reizigers die gingen dan echt voluit. Ja. Maar dat heeft ook wel iets. Dus als de Amerikanen van Liberty Media wat extra spektakel willen zorgen... Neem dan ergens zo'n Aston Martin Valkyrie Marker dat, dat, ja. dat gaat iedereen toch willen zien? Tuurlijk wel. Dat, is van, dat moet ja, fantastisch maar dan zijn. Maar dat maakt natuurlijk ook zondag ergens wel irrelevant. Waarom moeten wij op zondag nog ja. rijden als ze voor 100% honderdste van budget ja. een sterkere race hebben gebracht Dat was ook de reden waarom die dingen zijn afgevoerd. Ja. Want dat maakt de Senna <laughs> tegen Prost ook dubbel zo interessant, hè? Ja, 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 ja. twee zo'n legendarische rijders in ja. dezelfde wagen. Ja. Vecht het maar uit. Ja. En ze mochten het ook uitvechten. Ja. Ik denk dat Verstappen zou winnen. Ja, ja. Allee, en, en, pas maar op, niet ik, altijd. Ik wil dat ook wel een beetje toewijzen. Op, op dit moment omdat in de die Kari... auto een stuk gebaseerd. Hamilton is ook geen, geen 26 meer. Hè? Nee, voilà, maar ook, dat is ook een reden. Hè? Dus, hey, Verstappen is jonger, kent het team, kent de auto extreem goed. Is waarschijnlijk een stuk op zijn, uh, op zijn voorkeuren gebouwd. Dus... Dus, er zijn eigenlijk allemaal nadelen voor hem. Hamilton. laten he? ze dan alle twee met een? Williams. Ja. Of met een Ferrari. Alle twee bij Ferrari, toch? Daar heeft geen van beiden ervaring mee met dat team. Zo cool. Zou cool. Is een moeilijke auto. Het ja. zou tof zijn. Uh, goed, uh, Sergio Perez. Die heeft serieus moeten vechten voor die tweede plaats, uh, moeten knokken met Leclerc, heel lang moeten knokken met Sainz, die het heel goed deed eigenlijk om mm. achter zich te houden. Het is uiteindelijk toch gelukt voor de Mexicaan. Wat vonden jullie van het weekend van Sergio Perez? Is wel steeds. Uh, toen heeft hij zichzelf moeilijk gemaakt in de kwalificaties. Kwalificeren een beetje hoger en het wordt iets makkelijker, denk ik, voor Sergio Perez. Ja, ik denk dat hij ondertussen, um, dat dat echt een onzekerheid is geworden ja. voor hem, die, die kwalificatie. En dat wordt natuurlijk eigenlijk Grand Prix erger, wanneer je jezelf niet kan uh, heruitvinden of, of, of herbevestigen. En um, ja, dat is een schrikelement geworden, denk ik, voor, voor hem om, om de limieten van die wagen te gaan opzoeken, omdat die hem vaak. Die auto bijt hem vaak en hij, heeft er, hij, heeft er echt wel, allee, hij begint er meer en meer van weg te blijven. Dus hij maakt in zijn, inderdaad zijn eigen weekends moeilijk. Gelukkig maakt hij het voor een groot stuk nog goed in de race. Ja, meestal zelfs. Hè? Voilà, meestal wel. Dus dat, dat, zo blijft hij wel wat geloofwaardig. Maar langs de andere kant, ik weet niet goed of het echt goed genoeg gaat blijven. Ik heb me enorm geërgerd aan zijn gemekker. Ja, hij was kom... echt aan het klagen um, over het rijgedrag van Carlos Sainz. Terwijl Sainz gewoon, oké, okay, af en toe was hij iets te veel aan het bewegen bij het remmen. Zeker de laatste twee rondes, dat ze aan het strijden waren. Maar voor de rest, dat is racen toch? Dat is, dat is je plekverdeling. Ja, je hij, hij heeft zeker dan. twee keer gezegd van, je pusht me af. Terwijl het helemaal zijn eigen <laughs> schuld is, was, dat hij in die situatie terecht kwam. Ja. In die eerste chicane. Ja. Blijf dan niet aan de buitenkant als je niet langs zit. Dan die moet je inderdaad... Ik ja toch voilà. Ja Ja, voilà. Dan, dan, dan weet je toch. Allee, of dat zou je moeten weten. Ja. Ja. Het is een beetje, denk ik, het is, uh, deel van, deze, van die tijdperk van, uh, van de Formule 1 en van de autosport. en de jonge generaties die leren dat ook, ja. ook om over de radio dan te mekkeren. Inderdaad. Dus, ja. Hoe um... doe jij dat? Ik... Sam komt nooit in zo'n situatie. <laughs> Mooi! <laughs> mm. uh, nee, ik durf ook wel scherp te zijn. Maar ik ben ook wel realistisch genoeg dat als. Als dat gewoon goed verdedigd is, dan kan ik sowieso wel lastig zijn met je gevoel er voorbij. Maar oké, okay, je hebt dan ook de ballen en de, en de intelligentie om een plek te zoeken dat je er gewoon voorbij forceert. Ja. En 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 jouw radioboodschappen worden zelden gehoord door de wedstrijdleiding, de Formule 1. Ja, 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 tuurlijk. Voor ons en, en, en mensen thuis of op, op, ja. die op YouTube volgen, die kunnen dat niet horen. Dus ik vraag ja, dat uh... Mark vragen, dat hij die, die radioboodschappen gewoon opneemt, <kwijnt> zodat wij die kunnen gebruiken. Ik ben al wel fel gemild... gemilderd, want ik was in het begin van het seizoen uh, toen Merk en ik begonnen samenwerken, was ik echt wel. Uh... Allee, ik kan echt wel soms zo. Poing, echt in de rode nee. gaan. Als ik echt lastig ben. Maar, pas op. Ik kan niet goed tegen, tegen, tegen onrechtvaardigheid. Dat is sowieso iets. En dat in de me, autosport is, is dat moeilijk. Nee. Maar zeker niet als het onrechtvaardig mm. is. En als we praten over track limits. Dat is hetgeen waar ik het meest kwaad ja. over word. In de Porsche Cup, Met alle respect. Hoe ze dat behandelen. Uh, hallucinant. Slecht. Um, er wordt gewoon niets meer gedaan en dat is oneerlijk winnen. Maar, maar ook driving standards en driving standards. Dus ik ben dan zo, maar ik voel mij ook wel vaak dan een oude zak uh, worden. 32 is soms ja. sinds zaterdag. Ben, oh, uh, dat 32. begint te gaan, Begint te gaan hè man. Dus ik besef dat ook dat ik dan zo de oude zak lijk die zaagt erover. Ben, ben. Maar, uh... <laughs> <laughs> maar goed, ja. Ik denk dan zo, dan, dan probeer ik dat in een positief daglicht te zien van ik probeer de Probeer het ook te verbeteren voor de, voor de jongere generaties, je? Goh, dat is het <laughs> mooi. Een wereldverbeteraar, Sam die ja. jongen. Uh, Mercedes was het derde team van het weekend uh, na de twee Red Bulls, de twee Ferraris. Uh, P5 en P6 voor Mercedes. Het was wel duidelijk dat Hamilton het hele weekend iets lastiger had dan George Russell. Dat was op zaterdag ook al zo. Ja, duidelijk. In de kwalificaties was hij duidelijk de mindere van, van Russell. Bij Mercedes hebben ze wel allebei een straf gekregen ook. Wegens het. Uh... Ja, Hamilton heeft zich onmiddellijk geëxcuseerd bij Piastri, gelukkig. Ja. Um, maar toch, ze, ze, ze hinkt een beetje achterop. Hè. Het is niet de, het tweede team zoals de WK-stand zou kunnen laten uitschijnen. Maar ze hebben goed. Ze presteren consistent, maar ze hebben samen nog altijd minder punten dan verstappen. Ja, dat kunnen veel teams <laughs> natuurlijk wel zeggen. Dat... Elk team. <laughs> dat is het probleem. Ja, het ja ze, zijn, ze zijn consistent te dus zwak. Um, ja. Ik denk in het eerste deel van het seizoen inderdaad leek het nog iets anders te gaan lopen. En ze, ze, ze maakten ook gebruik van elke opportuniteit. Dat hebben we altijd gezegd: hè, dat het een heel sterk raceteam blijft. Um, dat is het knappe ervan. Het is nog altijd een winnend team qua mentaliteit. Ik vind dat iets minder de laatste races. En zeker na dit laatste deel van het jaar, wanneer er dan eigenlijk gemiddeld gepresteerd wordt, geeft dat eigenlijk ook een beetje zorgen voor volgend seizoen. Tenzij dat de reden is dat ze zo hard met volgend seizoen bezig zijn. Dat ze daarom nu niet meer presteren. Ja, wat, bij, wat, bij Ferrari, wat bij Ferrari allicht wel het geval zal worden. Hè? Want hun, ja, hun project, 6-7-6, de wagen van 2024, daar zijn ze al volop mee bezig. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat ze minder inspanningen nog gaan leveren met de huidige wagen. Ze dus gaan misschien nog wat inspanningen doen om derde te finishen. Alhoewel, weegt dat financiële gewin op als je het geld toch niet mag uitgeven om het meeste budgetcap. Zeggen. En je krijgt ook minder wind dan altijd. Dus derde of vierde voor Ferrari, dat gaat weinig uitmaken. Ik hoop het dat ze eigenlijk allebei al zoveel bezig zijn met volgend jaar. Het, ik wil, uh, ik dus denk het dat is, het nodig is zelfs. Het, het is te vroeg om vooruit te blikken. Maar een wereldkampioenschap waarin meer dan één team en zeker meer dan twee teams tegen elkaar strijden. Mm. Dat is waar iedereen elk jaar op hoopt. En Absoluut. ik weet dat dat is vaak niet het geval in de Formule 1. Hè. Een seizoen als dit: dit is niet uniek. Dat het een, is wel heel de, extreem dominant. Het is jaar, extreem hè? dominant, dat is waar. De, 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 ze maken zelfs. Ze hebben, er is nog geen enkel ander team dat op. Één moment aanspraak heeft kunnen maken nee. op een raceoverwinning. Nee. Maar, geen enkel. Maar het stoort mij niet harder dan het Mercedes-tijdperk. Maar toen waren er andere teams die af en toe wonnen. Ja, omdat zij uitvielen. Ja, wel. Ja, oké, okay, maar dat een niet uit. prestatie. Dus ik vind het ik vind inkomen interessant als er een ander team sterker is. Maar en zei, en, niet, omdat de twee, niet omdat Rosberg en Hamilton tegen elkaar rijden. En in team Maar dat anders, maakte de eerste drie jaar waarin Mercedes gedomineerd heeft wel interessant. Omdat het effectief Rosberg tegen Hamilton was. Je had het persoonlijke verhaal, een ja, ja. vriendschap van vroeger. En omdat ze op de baan vaak aan elkaar ja. gewaagd waren. Of er nu problemen waren mm. met de ene wagen of niet, het, het mm. was wel maar vaak spannend. Ze reden al bij elkaars, in elkaars buurt, wat bij Verstappen en Perez nooit het geval is. Perez nee. ziet Verstappen nooit in een race. Ik kan nooit he? zeggen, dat is, is ons on, ontnomen door Perez naar Miami. Door zijn onze, ja. onze onzekerheid. Ja. Anders hadden we dat misschien wel een beetje gehad, maar het is niet zo. Nee, het is niet zo. Uh, <laughs> ze hebben ook allebei een contract verlengd bij Mercedes. George Russell en Lewis Hamilton. Allebei tot en met 2025 gaan ze voor Mercedes rijden. Ja. Goede zaak voor het team en goede zaak voor de autosport? Ja, ik vind het wel. Ja. Ik bedoel, In het geval van Hamilton, dan, dat Russell verlengt, vind ik sowieso een goede zaak, want die verdient een topteam. Mm -hmm. Zelfs al presteren ze nu wat minder. En dat Hamilton nog twee jaar extra blijft, blijft een zevenvoudig wereldkampioen, blijft iemand die nog altijd competitief is. Ja. Ik denk, ik vond twee jaar eigenlijk eerlijk gezegd nog te weinig. Voor allebei? Voor allebei. Okay. Maar dat zou dom geweest zijn van het team om meer dan twee jaar te geven. Dat ja. is zo'n lang contract zoals Lando Norris of Max Verstappen zelfs bij Red Bull. Ik vind als team mag je dat risico niet nemen. Want je weet nooit wanneer die motivatie wegvalt. Plus, denkt je niet bij Hamilton dat dat langs zijn kant beperkt is tot, tot dan? Misschien, ja. Allee, ik denk niet dat een voorwaarde van Mercedes was of zo. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik denk, denk dat Hamilton, van... een, ja, maar dat is dan ook eerlijk tegenover hem. Hè. Eigenlijk ja. van, van zijn kant uit tegenover het team. Maar het is wel een teken ergens dat Hamilton dat, dat vuur wel nog altijd brandt. Dat vind ik er wel mooi aan. Ja. Het, is, het is en blijft een, een echte kampioen. Die, die uitspraken waar we het daar net over gehad hebben tegen Red Bull, voor mij verraadt dat ook ergens dat hij gewoon nog te graag wil winnen. Ja. Dat, dat hoort daar ook bij, want we kunnen er kritisch over zijn, en dat is terecht dat we daar kritisch over zijn. Maar langs de andere kant zegt het ook veel over de ingesteldheid. Van, nu, was ik wil daar tegen strijden ook. Was hij in de in de, tweedig, toch de achtste keer wereldkampioen geworden, dan had hij zijn contract nu niet verlengd, denk ik. Dan nee. was het goed geweest. Ja, natuurlijk. Het, hoe het gebeurd ja. is... Zoiets, ik kan me dat, inbeelden, ja, als, blijf je, toch dat, als je <laughs> een winnaar bent, blijf er knagen. Hè? Vooral ook omdat hij zelf zal vinden, en iedereen vindt dat wel, hij heeft sindsdien nog nooit de wagen of de kans gehad om dat recht te zetten. En dat wil hij hmm. toch een keer doen. Hoe zou je, je zelf zijn, Sam? Als je zoiets meemaakt. Als, zo meema als, me <laughs> nee, als je zoiets meemaakt als atleet en je krijgt nooit de kans om een keer revanche te nemen. Ik denk dat het wel verzacht wordt door dat... Dat je natuurlijk allemaal hebt. Maar hij zijn er kent. Hoe dat je eruit gaat bepaalt ook je perceptie voor de rest van je dagen. Nico Rosberg. Dus, ja, 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 ja. Hè? Niemand Wie vindt, ja. schat zijn wereldtitel nog naar waarde nu, omdat hm. hij gewoon de handdoek in de ring heeft gegooid vlak daarna. Plus, Hamilton kan nog een wereldtitel verliezen, dan Philippe Massa, Dan heeft hij er zes. <laughs> Stel je voor. <laughs> ja, ja, dat is een rechtszaak, zeker. Die rechtszaak. Er ja. is toch ook uh, nog wel ja, nieuwe info bovengekomen uh, hoe ze dat aan het aanvichten zijn. Maar, um... okay. gaan, we dan, gaan we dan ook? Naar de eerste twee wereldtitels van Michael Schumacher kijken met de illegale Benetton, dan heeft hij er maar vijf. Dat is Zo ding, blijven we Vanjo Binnen vijf jaar is Vanjo opnieuw rekord Dan kunnen, kunnen, we, ah, kunnen we ook heel veel ah, Tour-overwinningen <laughs> opnieuw nog? Maar op die zijn geschrapt, schrapt, die nee, van Nee, nee van niemand. Ja, ja, van, ja, van, van, ja, ja. dan heeft hij van hem nog, Jan Ries heeft hij van hem eigenlijk ja. ook nog, denk ik, Jan Oerig, We gaan er veel kunnen schrappen dan geschiedenis en uh, dat is gebeurd toch? Natuurlijk. Ik vraag me af wat Massa daar eigenlijk wil mee bereiken. Hij wil een wereldtitel uiteind krijgen. Ja, en hij wil, zegt ook, hij er ergens financieel, uh, denk ik, er meer van terug. Maar natuurlijk wat ook meespeelt, dat hoor je bij heel veel uh, topatleten. Een nederlaag, zeker zo'n nederlaag, blijft langer nazinderen en daar blijven ze meer problemen mee hebben dan uh, dat ze de overwinningen koesteren. Jerry West, ja, 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 topspeler in de NBA, de man waar het logo van de NBA op gebaseerd is, mm -hmm. heeft negen keer de NBA Finals verloren, denk ik. Heeft hem één keer gewonnen en zegt van ja, het zijn die nederlagen die mij nog altijd achtervolgen. Die een overwinning ja dat is... hangt dat niet een beetje af van je wel? persoonlijkheid toch Ik weet het niet als je echt een winnaar nee. bent ik denk dat alain Prost zijn vier wereldtitels meer koestert dan die paar die hij op een domme manier heeft Maar daarom dat ik zeg de manier waarop zeker hoe Hamilton die laatste wereldtitel ja. verloren maar heeft Ja eigenlijk dat kunnen we toch makkelijk allez, verliezen dat gevoel van verliezen dat gevoel is toch sterker dan het gevoel van winnen Ja Ik vind dat toch verliezen is, dat is pijnlijker. Dan, ik denk, dan, dan, dan het euforisch is om te winnen Ja ik vind dat wel. Kan ik je helemaal Overvolgen. Omdat je ook meer verliest, hè, eigenlijk. Nee, ja, maar dat is ook gewoon een, dat, dat is een moeilijker gevoel om mee om te gaan. Winnen is gemakkelijk om mee om te gaan. Dat ik is, denk ik dat heb gewonnen, winnen dat, dat vraagt geen gevolgen. Winnen passeert ook snel. Verliezen wel. Het, het gevoel van winnen, dat is, dat is heel leuk. Voilà. Het, het winnen dat is, dat is heel leuk. Voilà. Het, het passeert snel. Maar verliezen? Het maakt niet uit ja, op welk ja. niveau. Ik heb het zelf genoeg meegemaakt. De dag erna, twee dagen erna. Ik ja. kon daar nog altijd Je hebt ook een slecht gezin. Je, je blijft wel, kwalijk nemen. Nergens. Terwijl een overwinning, dat je dan denkt, oké, okay, on to the next one. Ik vind dat ook. Nou, ik zit hier met twee sportmannen in de zetel. <tie> <tie> nee, ik denk dat het vooral belangrijk is wat je laatste resultaat is. In het geval van Alain Prost bijvoorbeeld, die is gestopt met de wereldtitel. Dat is ideaal, Nico, denk ik. Nico Rosberg ook. Nico Rosberg ook. Dat is misschien de reden. Maar, maar in zijn, in zijn lang hoofd de, is dat nog ons. altijd het belangrijkste feit. Hij staat stil bij die wereldtitel. Hmm. Andere mensen staan gewoon stil bij het feit dat hij hem niet durfde te verdedigen. Hij dat was, wel, te verdedigen, dat was een heel knappe beslissing van hem. Om dan niet goed in te schatten hoe het was om een gemiddelde YouTuber te worden. <laughs> Natuurlijk, het mentale welzijn van Nico Rosberg dat mogen we ook niet onderschatten. Hij heeft het dat jaar zo moeilijk gehad als ja. hij het niet meer kon. Maar inderdaad, door wat hij nu doet, lijkt het allemaal een beetje vreemd. Ja. Door hoe hij nu zijn rol in de Formule 1 wereld nog altijd nee? wil innemen, komt het allemaal een beetje raar uh. Jackie Stewart is ook gestopt met de wereldtitel. En met een verongelukte teammaat. Maar die loopt nog altijd in de paddock rond, in de F1-paddock. En nog altijd krijgt hij van iedereen veel respect. Hè. Hij heeft op de, op de startgate in Monza zelfs nog we, weer een cadeau gekregen van Dominicali. Dat is ook een eh, baas, hè, Jackie Stewart. Hey, absoluut een baas. Uh, Nico Rosberg, trouwens, moet ook stoppen met die interviews te laten, ja, absoluut. laten doen. Dat is uh, David, David Coulthard doet dat fantastisch. Ze ja. hadden de top uitgenodigd, David Valsecchi na ja. de kwalificaties. Oh. En Nico Rosberg na de race. Hij dus is zo ja. enthousiast, Valsecchi. Stel ook gewoon voor een vraag en laat het dan Is dus een vraag En dan komen er nog drie zinnen. Nee, stop. Het is een vak, Dennis. Laat, het is, ja, het is, het is een vak, hè? Um, McLaren. <laughs> Piastri die uh, buiten de punten is gevallen door uh, die crash met, uh, met Hamilton. Crash, contact met Hamilton. Ik, ja. zal, het zo, ik zal het zo noemen. Um, wel de eerste keer in zijn carrière de snelste ronde. Ja. Nee, hij heeft er geen punt aan overgehouden, nee. maar het is wel tof voor de eer, denk ik. Maar hij heeft ook een fout gemaakt die niet is geapprecieerd door uh, Andrea Stella, de teammanager van McLaren. Ja. Toen hij buiten kwam uit de pitstraat na zijn bandenwissel, is hij blijven duelleren met Norris, wat tot contact is gekomen en dat had heel slecht kunnen aflopen. Aan de andere kant vind ik in die situatie is het team ook niet helemaal onschuldig, want die hebben die volgorde van de twee rijders omgekeerd door Norris eerst binnen te roepen. Ja. Eigenlijk hadden ze moeten respecteren en hadden ze Piastri eerst moeten binnenroepen en dan Norris, en dan was het gewoon nooit tot dat probleem gekomen. Mm. Maar ik volg hem wel in het feit dat Piastri nog moet leren om in te schatten. als hij op minder warme banden uit de pitstraat komt. dat hij niet moet beginnen duelleren. en zeker al niet met zijn teammaat. Dus daar heeft hij een steekje laten vallen. Aan de andere kant, ja, ik denk dat het duidelijk is dat hij de beste rookie van het jaar is. en dat er daar wel heel veel potentieel in zit in die kerel. De beste rookie van de laatste jaren. mogen we daarvan ja, van maken, ja, ja. denk ik. Ja, absoluut. En plus, die is ook al bezig om. Z zichzelf te establishen in, in dat team. Mm -hmm. En ergens, ja, ergens zijn positie in dat team tussen hem en Norris. Dus ik snap soms wel dat hij daardoor risico durft pakken, maar hij moet hij wel intelligent blijven doen, want anders ja, levert het ook inderdaad. niks op. Ja. En het is ook misschien door, omdat blijkt dat Piastri nu uh, sterk voor de dag komt, mm -hmm. dat er nu geruchten zijn gelanceerd dat Lando Norris misschien wel de plaats van Sergio Perez zou inpakken. Ik vind dat dat heel sterk begint te worden. Ik vind dat er zoveel over gepraat wordt. Er wordt ook over gelachen en aan Norris gevraagd enzovoort. Waarom kan die dat ergens weglachen? Door altijd te zeggen: ja, maar wij zijn goede vrienden, dus iedereen denkt dat. Maar ik vind het toch wel verdacht veel bovenkomen. En je moet ook wel niet onderschatten de impact van Verstappen op dat proces. bedoel, die heeft daar veel te zeggen. Welke zichzelf respecterende Formule 1-rijder wil teammaat worden van Max Verstappen? Niemand, toch, als je nog enigszins eigen ambities koestert. Of net, een, of net iemand die denkt: uh, Ik ben, ik ben even beter. Goed. En met die wagen. Ik, ik ben ga... even goed. Ja. En vanaf ik er zit, hoe lang blijf verstappen versteppen, formuleer rijden? dat. Dat, dat ook. is een vraag. Dat, ook. Dat, is ook wel, dat is een kwestie die wel meespeelt. Maar gaan we daar echt nu als al is... zo hard over speculeren? Ja, maar hij speculeert er zelf over. Omdat hij zelf 20, aan zal werken. Ja. En als, dit, dus, als deze sport zo is, dan blijf ik. Die, of deze sport, deze tech van de sport, dan ga ik iets anders gaan Je zien doen. bij wie dat er naar huis kan komen ook wel denken, van stoppen ze dan. Ja. Maar ik, denk, ik denk dat Verstappen zo iemand is die dan twee jaar iets gaat proberen en alle Alonso gewoon terugkomt. Die dat te hard gaat missen. Dat, dat kan. Dit ja. is een dat natural kan. born racer. Ja. Letterlijk, dat is, die is een maar gaat geboren die... met een helm op. Hij gaat nog racen, racen, racen maar, maar, je dan maar niet in de Formule 1. Nee, maar als hij al de rest gedaan en gewonnen heeft, gaat het niet zo lang duren voor hij alles wint in andere categorieën ook waarschijnlijk, dan zie ik hem wel gewoon terugkomen. De meeste races die ja. hij wil winnen, moet hij de wagen delen met andere rijders? Dus dat is meestal ook wel een zwak punt, natuurlijk. Als je de 24 uur van allemaal wil winnen, bijvoorbeeld. Ja, vet. Dus. Misschien of met 24 uur van zolder. Ja, me ja, altijd niet gelukt. Derde plaats. Ja, kijk. Je moet dat eerst moeten zijn. <laughs> ja, dat heb ik al acht keer gezegd. Dus. <laughs> ja, maar, <laughs> dat bedoel ik dus. <laughs> uh, Lando Norris, um, dit weekend wel weer in de punten. degelijk. Ik denk dat dat een beetje de conclusie is van zijn weekend um, met de wagen die ze hebben op dit circuit, degelijk. Of degelijk. is dat te positief? Uh, nee, het is niet. Nee, het is. Het is ik weet het niet. McLaren <kwijnt> op, op dit soort circuits, maar ze krijgen gelukkig niet te veel meer nu in de rest van het seizoen, blijven onder maat, vind ik zelfs. Uh, dat ze daar nog punten hebben uitgehaald, eigenlijk dat ze met de twee wagens in de punten moeten zitten, mm. dat is dat. Spreekt voor hen, maar ze, ze kunnen beter, denk ik, met die evoluties. Maar niet op zo'n circuit. Okay. Ja, Williams. Ja, dit Elvond. was gemaakt. Dit, hm. dit circuit was gemaakt voor een Williams. Het was voorspeld ze gingen razendsnel zijn. Maar Alex Albon, ik blijf daar meer en meer van onder de indruk uh, raken. Die, die, die kerel, zijn, zijn defense, om het maar zo te zeggen, die is ongelooflijk. Dat is een, ja, dat is... Dat is en zijn racecraft ja. inderdaad, in totaal. Allee, zijn, zijn, was dat Norris? zijn aanval uh, in de eerste, ja? de tweede chicane, ja. Ja. gaat er eigenlijk langs buiten om en werkt het af. Iedereen weet dat dat meestal een aanrijding is uh, op die plek, heel smal. Um, hij, is, hij, is, hij is niet te vergelijken met de Albon die bij Red Bull heeft gereden. Nee. Dus hij is tien keer completer. Maar ik vind de huidige en... Albon... Beter Dan de huidige Sergio Perez. Gaat hij nog een kans krijgen bij een topteam of gaat Williams stappen blijven zetten waardoor hij bij dat team gaat willen blijven? Nog? <laughs> ik hoop het eerste, maar het zal het tweede moeten worden, denk ik. Want, omdat omdat hij ik... zich verbrand heeft bij Red Bull? N nee, nee, ik hoop niet dat dat de reden is, maar ik denk gewoon dat er bij de topteams zitten ze allemaal voor een tijdje vast. Hè, dat is Maar dat, dat is echt zo het tragische van zijn verhaal. Stel nu dat Ferrari zou zeggen: Wij willen Albon. Dan kan die zich daar ook helemaal verbranden? Hij verbranden niet zichzelf als piloot, maar als hij niet presteert, dan heeft hij ook geen, geen echt super succesvolle carrière. Nee, maar ik, dus waar krijgt hij wel aan... een kans waar hij effectief kan race winnen? Op die moment nergens. Nee, maar Ferrari dat lijkt me nog wel een optie. Want... In, in plaats wilt. van wie dan? Carlos Sainz. Sowieso. Die gaat in 2026 voor Audi rijden. Punt. Dat, is, dat lijkt nu al zo goed als vast te staan. Dus dat is het jaar dat ah. Alben, waar Albon op moet mikken. Twee oh. jaar Williams en dan. Die stap proberen nog lang te he? zetten. Nog lang, dat is he? heel lang, daarom. Alle is... signs die je ja, dat... wijzen in die richting, toch? Oh, dat is echt een hele slechte. Ja. <laughs> <laughs> dat is wat vakantie mee je doen, jong. Ja. <laughs> oh, wow. Dat is wat vakantie dat, dat is echt heel erg. Want ja, dan speelt natuurlijk ook. Het zijn je laatste races die tellen. En nu is eigenlijk het moment. Hè? Ja, nu moet hij naar een topteam. Hij is er ook. Ik zit op. Zo goed als op mijn piek. Dus nu moet hij naar een super, topteam. Super moeilijke beslissing. Hè? Maar er is, jullie zeggen het al. Er is geen plek. Waar, Ferrari zit vol. Mercedes ja, maar... zit vol. Red Bull zit ook vol. Ja. En naar Red Bull, zelfs als daar een plek zou zijn... Ik zie Elben niet opnieuw die, die, die stap zetten of die gokwagen. Die Zij is volgens maar... mij zelf slim genoeg geworden ja, om dat inderdaad. te doen. <laughs> dus wat blijft er dan nog over? McLaren gaat hij ook niet toe. Hij zit ook vol. We hopen, hopen dat Williams groeit. Ja, stel dan Norris naar uh, Red Bull Williams is wel van. een team dat... Op Ferrari, na nou het meest wereldtitels heeft hè? de geschiedenis van de voetbal. Ja, ja. dus... lang, 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 lang geleden. Het is ook een team dat het financieel zo moeilijk heeft gehad dat het nog altijd een dashboard heeft dat niet op het stuur vast staat Dat het zo moest besparen op, op zo'n zaken. Dus dat zijn allemaal dingen die, die het uh, lastiger en, maken. En, he? en de centen van een tweede rijder nodig heeft om, om rond te geraken. En... Er zit wel duidelijk een zit potentieel in. Hè? En, en het feit dat ze, dat ze nu James Vowels hebben ja. aangetrokken als teammanager. dat getuigt toch van enige ambitie. en volgens mij kunnen ze dat ook aan. Ja. Van, die, van, de, van de teams van de tweede helft. heeft Williams met voorsprong het meest potentieel. Dat ja. is ook iets wat iedereen wel hoopt, denk ik. Hè? Dat Williams weer stappen gaat ja. zetten. Ja. en dat ze terug het aanzien krijgen dat ze verdienen. Want de jonge generatie. Mm. wie geboren is in 2000 of later. Mm. Kent, zelfs, nee, in ken het, succes, later, niet van, kent het nee. succes van William te zei dat hij de geschiedenis van de Formule 1 natuurlijk ja. ongelooflijk bestudeerd heeft. Maar het is altijd bijna een staartploeg geweest in mm. al die jaren, de laatste ja. paar decennia toch. Het wel zal een idee. beetje afhangen van het, uh, het financiële voorstel dat hij ook krijgt van hen. Hè? Ik bedoel, wordt het iets van de lange adem? Wilt hij er jaren blijven met zekerheid, met een goed inkomen, maar misschien wel zo'n Nico Hulkenberg carrière hebben? Of, of beter, ergens anders, maar hoe, hoe lang dus? Mm. Wie ook goed was dit weekend? Was een Liam Lassen. Ja, de vervanger van Daniel Ricciardo. Ja, hij krijgt nog twee de, grote prijzen. Het om... begint zorgwekkend te worden voor Ricciardo, vind ik. Ik vind dat ook. Dat ja. is, dat is, uh, dit is niet het scenario uh, dat hij een paar races mist, tot daar aan toe. Ja. Maar als hij dan wordt vervangen door, door iemand die eigenlijk even goed presteert in zijn eerste twee races, ja, maar, maar jonger is. En veel jonger is. Veel meer de logische keuze is voor de toekomst van ja. Red Bull. Door Ricciardo, die had die races echt wel nodig. Om elk raceweekend te kunnen laten zien, mm -hmm. van oké, okay, kijk, het is, het is echt wel terecht en verdient misschien een kans om terug te komen naar Red Bull in die plek van, van Perez. Die kans wordt nu veel kleiner. Hij heeft nu nog maar x aantal crown over om het te doen. Dus ook het opbouwproces voor hem. Ja, want hij niet, hij zo. zou nu pas in Qatar terugkeren, dus ja. hij mist Singapore, hij mist Japan. Japan, als Lawson daar mag rijden, verwacht ik heel veel van Lawson, want die rijdt nu in de Superformula, het Japanse ja. kampioenschap. Kent Suzuka ook wel wat. Dus en als je dan ook weet dat dat zijn laatste kans is om nog eens te bewijzen wat hij waard is, eigenlijk zou Ricardo kunnen terugkomen in de plaats van Tsunoda, hè? Nee? Ja. ja, die had wel pech dit weekend natuurlijk. Ja, die had ja. pech. Hij, hij, kon er, hij heeft geen resultaat kunnen rijden en, en op, heeft eigenlijk en een goed zaad, seizoen, hè. En op, en op zaterdag hij was, niet, was hij goed, Tsunoda. Maar het feit dat Lawson in zijn tweede race met de Formule 1-wagen, ah. tweede weekend, zo dicht zit bij Tsunoda, dat zegt, ik weet dan niet of iets zegt over Lawson of over Tsunoda, hè? maar zegt, het verschil wat... is veel kleiner dan normaal. Dat zegt het over De Vries. En wat zegt dat over de Vries? Inderdaad. Ja, ja, okay. het, is de, het is dezelfde <laughs> Klopt. wagen. Het is de wagen van Nick de Vries waar hij in zit. Ja. En ja. kijk wat hij ermee doet. Ja. Voilà. Dus ik denk dat de beslissing over de Vries meer en meer gerechtvaardigd ja, wordt. Dit, eigenlijk, dit bewijst dat. Hè. Ja. Wat Liam Lawson laat zien, bewijst ja. ergens het gelijk van, van Alfa om de Vries aan de kant te schuiven. Nu, ik weet we Lawson? zijn twee grote prijzen ver met hem. Het is heel kort. En Lawson heeft niets te verliezen. Dus die druk die heeft hij al niet. Zou je die binnenwandelen en zeggen aan de Lawson... Oh, oh Sam jongen. Man, wat zat er in dat daten op vakantie? Joh. Echt? Ik vond je best goed. Ja, dat is het ergste. Dat... Allee, ook gewoon met mijn visueel voorstel: zo'n Zo, Zo staf. Ik weet niet wat ik... <laughs> Piet Bort. Ja, ik ben Lollipop. I'm the los. Bam, to know the out. Als jij het schat van de wereld eens een keer mag overnemen van Jeroen, je kent hem. Ja, ik ken de vraag. Vraag het eens. Benieuwd wat. Eigenlijk stuur eens een paar voorstellen door. Goed. Zie je dat hij gaat reageren. Ik heb al jaren gedaan. Oké, nog één positieve zaak. Iemand die ik echt wel moet benoemen. We hebben hem daar seks misschien iets negatiever benoemd. Valt botas? Ja. Tiende plek. Met een Alfa Romeo, die dit seizoen de meest grijze wagen is ja. op de grid, denk ik. Ja. Mooie wagen. Figuurlijk dan. Mooie wagen. maar Het maakt nee, heel vond, weinig los. Ik vond Bottas, ik denk dat het de tweede vrije training was. Dat hij was vier rondjes aan het rijden. En dan zegt hij: van... Ik kom nu binnen. Onbestuurbaar deze auto. Oké, okay, Walter. <laughs> Hop, en dus hij beslist, hij zegt wat er moet gebeuren. De, ik denk dat Valtteri Bottas zich nog nooit zo goed gevoeld heeft in een Formule 1-team als nu. En, dat, en in zijn leven. En in zijn leven ja. misschien ook wel. En dat is duidelijk op de manier waarop hij te werk gaat nu. Okay, mm. ja, er zijn al die grappen met zijn mullet en met zijn snor ja. en met al die andere toestanden. en beer. En, en, mm. beer. en dat, het is alleen jammer dat zijn wagen niet meer competitief is. Ja, en je, je ziet inderdaad, de sparkle is er een beetje uit. En dan geraakt er volgens mij als piloot ook al een tijd wel minder gemotiveerd. Ja. Want zelfs Joe, allee, die toch heel goed gedebuteerd heeft eigenlijk als rookie, ik weet niet, dat is ook heel grijs. Het is, uh, ja, maar het is, ik vraag mij ook af: het, het Alpha-team, dat is eigenlijk Sauber, mm. het Zwitserse team, dat ja. dan Audi wordt in 26. in hoeverre ze daar nog bezig zijn eigenlijk met nu, met nu en mm. niet al 26 aan het voorbereiden zijn? Ja. Want Komt. Dan, dan moeten moet de grote jaren beginnen. Hè. Het is wel tijd voor een andere look voor Bottas. Het, was, het is heel tof geweest al, hè? Ja, ja. maar ik vind... Nu, <laughs> na de het zomerstop, ik had iets anders verwacht. Iets anders origineels, het mocht, het mocht aangepast worden. Hij, hij wist het al drie keer van Helm per weekend. Laat het uit. Dat is, ja. al, dat is al tof. Oké, okay, de negatieve zaken die we dit weekend gezien hebben uh, met Stip op één Alpine. Ik, ja... ja. Ik denk, uh, zeker na het, podium ding, maar. na het podium in Zandvoort is, moet de, de, de shock toch wel heel groot geweest zijn. Daar. Ze kwam er nooit aan te pas. Nooit. Slechte... Zelfs geen beetje. Nee, nee, nee. slechte pitstop, ook gewoon inderdaad geen performance. Die, ik, ik vind ze, ze zijn heel wisselvallig. Um, en zeggen dat het enkel aan die krachtbron ligt, vind ik een beetje te kort door de bocht en te snel beslist eigenlijk. Het dus... moet toch meer zijn dan dat? Plus... Begin van het jaar, ze hadden eigenlijk een goede auto gebouwd. Ja. En ze hebben het precies een beetje laten hangen, hebben er niet verder in ontwikkeld. Andere teams hebben dat wel gedaan. En dan nu zeggen ze dat hun auto niet goed genoeg is. Ja. Ja, het is, het is ook wel... Het, het bewijst een beetje dat het, uh, het, het massa-ontslag dat ze daar uh, hebben doorgevoerd van die drie topmensen... Je deed dat toch niet mee, oh, ik, oh. ik wist dat zo hard dat je <laughs> ging zeggen, Sam. Gert, je, je wist het ook niet wie het zei, hè? Je ja, ja, wist eigenlijk, het, hè? Wel, eigenlijk wel. Sorry, mijn schuld. Ja. <laughs> ja, dat is wel waar. <laughs> het massale ontslag dan. Dank je, Gert. <laughs> van van en Co dat, 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 dat heeft zijn gevolgen, hè. Je moet dan niet verwachten dat je team op hetzelfde niveau blijft presteren als je... Je in jouw ogen slecht presterende teamleiding buitensmijt, dat je team dan onmiddellijk gaat reageren. Het is geen voetbal. Hè? Als je de trainer aan de deur zet, dat ze dan één match goed spelen. Okay, ze hebben in Zandvoort wel een podium gehaald, dus die ene match ja. is gelukt. Het is ja, toch gelukt. Mijn eigen analogie helemaal om zeep. <lacht> <lacht> dus, ja, nee, het, het is het, een het... beetje stuurloos hè, op dit moment. Ja. En uh, waar gaat dat project naartoe? Hè? Geen idee. Zouden we het beter verkopen aan Andretti? Gewoon in één keer. Hm. Ja, Blijven het Alpine logo of ik weet niet meer runnen en maakt gewoon een merch. Maar ik Heb het hier al gezegd, Alpine? Ik weet, het is de naam van een racelijn. <laughs> I know, maar het is een ski naam. Alpine, nee. Kom nee, 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 nee. Nee, is Echt wel. Een wild... I know, ik weet het. <laughs> dat omdat maar... hij geen voeling heeft. Allee, I, I know, met maar de het, de Bij mij, dan. voor mij, het, elke keer denk ik Alpine honest, Juist, dat is, dat is dat is van Renault. Het hmm. is de eerste link ah. die ik maak in mijn hoofd is skiën. It makes no sense. Ik weet het. Het is puur persoonlijk. Het is subjectief. Dus shoot me if you want to, maar dan, okay. ik kan er dan... niet aan doen. <tus> ja, sorry. Dan dan is... Toch wel inkomenswaardes neemt. Jezus. Ja. <laughs> uh, met stip op twee, denk ik. Had, was, uh, de drie negatieve dingen liggen dicht bij elkaar. Lance Stroll. Je kan ver van je ploegmaat zitten. Maar wat die gast op zaterdag heeft laten zien, was echt heen... gewoon. Het hele weekend, Dennis. Het joh, was echt ja, ja, Zelfs de manier. Ik weet, hebben we het in beeld gebracht? De manier waarop hij. Van de box naar de grid stapte, was gewoon van super gemotiveerd, Lens -tool. Echt waar, ga dan terug naar huis, alstublieft. Er, er zijn rijders genoeg die zoveel meer motivatie hebben en die waarschijnlijk ook nog meer talent hebben. Laat die plaats dan. Maar zijn zitje is wel verlengd. Ja, maar ja. Maar we altijd veranderen, toch? Allee, dat vind ik wel zo'n positie. En, die en dat officieel is alsof de is, papa dat gaat doen. Ja, uiteindelijk, als de zoon het echt niet meer wilt. Ik bedoel, het is, het is nu groter geworden dan de zoon, snap te, Het was een middel om de zoon in Formule 1 te krijgen, maar ondertussen is natuurlijk... Hij heeft een merk overgepakt, hè? snap te, Van een ja. automerk. En door Fernando Alonso, nee, dankzij Fernando Alonso voilà. is het nog groter hij geworden. Hij heeft nu een drijvende kracht daar, dus op zich, als Lens liever op zo'n boot ligt, laat hem dat dan doen. Dat is ook, dat is ook een plek voor Albon om dat toe te gaan. Oeh, de boot van Lens Show. Nee. Ah, nee. <laughs> in de zomer. Ah, Aston, ja? Aston ja, Martin. Zou dat iets zijn voor... Uh... Voor het is een rare connectie. Ik ik vind, ik vind, ja, een je, je krijgt hem daar niet buiten. En Lance Stroll, af en toe, en dat vind ik dan ook zo vreemd, af en toe komt hij dan zodanig goed uit de hoek. Ja. Maar ik ken het. Dat is het. Hij ken het. Dat maakt het afgelopen weekend ja. ook zo gênant. Dat is waar. Omdat je weet dat er iets in, in zit. Irritant was een goede keuze. Meer ja. dan gênant. Irritant. Het is, het is pijnlijk om te zien. Zeker bij, als je weet dat het team veel potentieel heeft op dit moment. Ja. Geen potentieel. Dat zijn de enige twee wagens die gedubbeld zijn. Haas. Ja. Ik heb medelijden met Gunter Steiner. Ik weet dat niet. Nee. 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 Okay. Hij, hij heeft ook ervoor gekozen dat ze nu verder gaan met Hulkenberg en Magnussen. Hè? Dus vooral het geval van Magnussen vind ik dat vreemd. Ik ook. Uh, maar ja. ze, ze hebben besloten dat ze het seizoen al gaan laten vallen. Maar ik hoop dan maar dat dat volgend jaar zijn positieve ja. gevolgen zal hebben. Maar ik vrees er een beetje voor. Als er één team is, mm. en nu ga ik heel luid en slecht roddelen over een team. Als er één team is dat enkel in de Formule 1 zit, omdat ze weten dat dat een goede investering is, die mm. over vijf jaar gaat opbrengen als ze het team gaan verkopen, is het wel haas. Die zitten gewoon, die zijn er, en ze doen mee, en voor de rest brengen die niks bij aan. En die verbrengen. filosofie verandert ook. Hè. Een paar jaar geleden investeren ze dan in twee jonge ja. rijders, ik wou jonge talenten zeggen, maar Mazepin reed daar, dus jonge rijders. Uh, talent was dat niet. Nee. Schumacher nu... ook, Schumacher-Mazepin, dat is een... De compleet tegenovergestelde keuze als Magnus en ik, ik snap die ingesteldheid klopt. niet. Ik snap niet waarom ze nu het geweer van schouder wisselen eigenlijk. Ik denk wel dat er initieel wel een echte ambitie was om iets te bereiken. Ik denk dat je dat ook in de eerste seizoenen van Netflix wel kunt zien. Uh, dat er echt wel iets meer achter zit. Um, maar inderdaad, denk ik, uh, wat Gert zegt, klopt. Dat werd dan ineens van eigenlijk een project dat, dat slecht ging, werd dat ineens een heel slimme investering. Ja. Bleek dat zo te zijn. Een beetje met geluk oh. Oh, ja, ja. dan blijven we wel want anders zijn ze er al lang niet meer in gezeten en dan wordt het bijna een te zakelijk gegeven en ik denk dat je in topsport toch altijd wel nog een klein beetje echt wel moet willen dus uh, los van het financiële oké, okay. over twee weken zitten we in Singapore wat verwachten jullie daar? altijd een mooie Grand Prix hè? Ja, altijd, het, altijd leuk om naar mooi te kijken mooi straatcircuit ook einde van de reeks van tien ja? ja als er Boom. nog één circuit is waar dat kan ja, is het dat is Singapore waar. wel dat is waar. En ja. als het niet gebeurt, ja, dan gaan we voor 20. En naar, en naar wie kijk je dan? Pff, nee, dat weet nee. ik niet. Maar, want het zal iemand zijn die minder sterk is dan, dan de Red Bull en dan Verstappen. Maar ze gaan. Veel kans op Foot ciello veel voilà. kans op en, safety cars. En, regen, en ook, ook gewoon incidenten in de race. Hoeveel, ja. hoeveel keer is het daar al niet gebeurd dat, dat, dat wagens worden uit de race genomen omdat er iemand anders begint te spinnen? Verstappen <laughs> heeft het ook al eens meegemaakt. Zoals Alonso is dan van de baan gereden met de McLaren, die niks voorspelde. Ja. En Alonso was ervan ja. overtuigd dat hij de race ging winnen. Het piket is er ook eens gespeend, hè? Ja. <laughs> ja. Mm. Oké, okay, dat is over twee weken, maar ja. Dat was meen. die race die door het proces van massa... Uh, ja, inderdaad. geannuleerd, hè. Ja. Het gaat nog heel interessant worden, hè, dat proces. Uh, of, niet. <laughs> of niet. Of hoop, niet. Ik hoop van niet. Was hij nu plekens. gewoon niet met die tankslang vertrokken in die grote prijs van Singapore, toen, dan was hij wereldkampioen geweest. Dus dat Kom. hij stopt om ook oh, de schuld weer man. ergens anders te leggen. Ja. Oké, okay, een bad bombshell. Ja. Maar uh, bedankt om erbij te zijn vandaag. Yes. Uh, volgende week, dus geen aflevering van de Perak, want er is geen grote prijs. Over twee weken. De grote prijs van Singapore die kan u live volgen op Play Sports op zaterdag en zondag. En maandag zijn wij er dan met een nieuwe aflevering van de Perak. Dus heel graag tot dan. Salut.